Bereid je voor op de meeste chaos die je ooit gaat zien. Final countdown! Ik ga hem eruit halen, Oké. Het wordt gewoon een soort hartslag, je hoort alleen maar piep 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 piep. Melvin, volgens mij voel jij nu de druk van de opnames, hè? Ik ben je, precies. Nou, dat moet je ook even bliepen. Kijk, dit is de kans voor die 50-50 ballen die we dan net winnen. Dan schieten we op de paal en dan gaat er iemand daar niet in! Ja, maar ik noem het wel. 1 tegen 4, hoezo is 1 tegen 4 makkelijker dan 1 tegen 3? Hoezo zit jij te zweten? Ik ben niet aan het zweten. Ja, ik schiet hem erin, Melvin. Oh nee, ik had hem bijna! Oh, bijna, jongen. Welk is voor Steam gaat het? Zat mijn lul in. Ik eten. We doen met z'n drieën van Melvin winnen en met z'n vieren verliezen we. Dit slaat zo nergens op. Ja, omdat Rob Bruin is erbij. Ja, maar... Kijk, nu gaan we weer. Ja. Nou, flikker maar op, hier heb ik geen zin in. Jullie allemaal missen een goal. Ja, ik mis. We gaan er wel alle drie voor. Yes, are you back? Oh, hier. Ja, zieke hit. En dan de voorzet. Zo, deze goal is ziek, jongen. Hoe Jesse daar nog even aanraakt. Kijk daar, kijk op deze touch. Oh! Kijk die pinch. Kijk, wat zit hier, man? Oh. Yo! Blijf omheen rijden, Dit is onze tactiek. Dit is onze hypnose. Gewoon even het rondjes op de bal rijden. Waarom rijden we er omheen dan? Oh, okay. Rijden omheen, hoor. De bal niet raken is moeilijker dan de bal wel raken. Als we misschien expres niet willen raken, misschien raken we hem dan juist. Kut. Ik vind... Nu zijn we er vandoor. Oh, nee. Insane. Blijf omheen rijden. Ah, je reed er niet omheen. Jesse, die ziet die bal. En die denkt van. Oh nee! Dit is mijn moment, En dan. Ja! Ik beuk hem! Mijn moment! Tristan winnen! Ja! Tien! Oh! Die ga je echt niet maken, hoor. Oh! Oh nee! Oh, jongens, ik heb het zo niet. Ja, om me heen blijven rijden, doe dat dan ook. Die ga je echt niet maken, hoor. Ja! Nee. Oh. Nee, dit is heel slecht. Ja, kijk, nu gaan we er vandoor! Ja, maar dit natuurlijk dus. Dit natuurlijk dus, die Steven, jongen. Mist hem weer gaan. Voorzet. Oh, veel te hard. 1. We rijden er omheen. Ja, kijk, hij weet niet meer wat we doen. Dan denk ik van, dan ga je er omheen rijden natuurlijk. Dan raak je er natuurlijk weer. Blijf er omheen rijden. Pinch. Oh, ik ga het eigenlijk doen. Dit gaan we niet doen. Ja. Woehoe! Ja! Oh. Waarom ook heet het mijn wekker? Ja! Kijk dan, het is nu ook gewoon... Maar het is ook die boos in de lucht, man. Zie je niet meer. Oh, wat een dribbel! Oh! Kijk ook maar... Kijk. Nu weet hij niet wat hij moet. En dan zijn we er vandoor! Ja, maar oké, jongens, luisteren. Jullie willen mij niet zaken, maar dan beukt Jesse, beukt Stefan, en Stefan beukt mij. Ja, dat is goed! Hij blaast mij op, Wat was dat gelijk, ouwe? Ik ook gewoon weer. Echt alsof Daan een soort schildpad was, wat die werd geneukt ofzo. Een soort. Vrouw die wordt verkracht. Dat zijn een beetje de geluiden die ik nu. It's me, Mario! Oké,
heel eerlijk ben, zweet ik best wel hard, want de verwarming zat iets te hoog hier. Dus. Bedankt voor het kijken. En dat, lieve kinderen, is een duidelijk schoolvoorbeeld van tekort aan vitamine C. Een tragisch geval van scheurbuik. En daarom raad ik jullie aan, eet elke dag een appel of een banaan. Andersom. Stil! Wat weet jij nou voor fruit, man? Andersom, wie heeft die scheurbuik? Jij of ik? Eet elke dag een appel of een banaan.